het Suriname International Badminton Tournament, welke afgelopen donderdag van start ging. We waren gisteravond in de ringcenter, ja, want zo heet het, aan de ringweg, waar we de halve finale wedstrijden hadden. En we beginnen bij de heren. Laten we kijken naar deze halve finale tussen Uriel Cangura en Fabio Capogno uit El Salvador en Italië. 12-21 werd het voor Capogno in de eerste set, maar daarna kwam Cangura sterk terug. Hij wint set 2 en 3 met respectievelijk 21-16 en 21-15. Wat betekent dat hij zich plaatste voor de finale. Uriel Cangura, de man die geplaatst is als nummer 1 in het toernooi, die maakt het ook waar om zich voor de finale te plaatsen. En wie weet wordt hij uiteindelijk kampioen. In ieder geval is de als nummer 1 geplaatste die verder gaat naar de finales. Hij had het in de eerste set moeilijk. Fabio Capogno gaf hem heel wat werk. En hij kwam daarna toch wel sterk terug. Dit is die andere halve finale. En hier stond ook een andere Italiaan, Giovanni Totti, die als tweede geplaatst was. En hij nam het op tegen de Amerikaan Howard Xu. Nou, de eerste set eindigde 21-15 voor Totti. En de tweede set werd 22-20. Die tweede set was heel spannend. Op een gegeven ogenblik stond Howard Xu met 20-19 voor, maar het gelukte toch aan Giovanni Totti om sterk terug te komen en zijn favoriete positie als tweede geplaatste van het toernooi waar te maken en zich plaatsen voor de finales. In de finale speelt hij dus vandaag, speelt Totti tegen de man uit El Salvador en dat is niemand anders dan de spelers Cangura. Dit is de vrouwenfinale. De vrouwenfinale die ging tussen de favoriet Haramara Gaitan en Drian Lorien uit Frans-Guyana. Het werd 21-12 en 21-17 voor de Mexicaanse. En de andere halve finale bij de vrouwen ging tussen Gianna Stiglich uit Italië. Die speelde tegen Sabrina Solis uit Mexico. Nou, de Mexicaanse wint met 21-18, 21-12. Waardoor het een Mexicaans aangelegenheid werd in of wordt dan vandaag in de finales. Dit is de herendubbel halve finale tussen Michel Wongsodikromo en Sharon Opti. Die het opnemen tegen Rifanu Biswan en Danny Shen. Nou, de eerste set werd gewonnen door Biswan en Shen met 23-21. Maar daarna kwamen die oldtimers goed terug en winnen met 21-11 en 21-10. Dat was dus een van de halve finale wedstrijden voor wat het dubbel betrof. Die andere halve finale wedstrijd werd gewonnen door een easy walkover vanwege een blessure van Gilmer Jones. En dit is de mix dubbel tussen Michel Wongsodikromo en Drian Lorien uit Frans-Guyana tegen Jisheng Suni Lee en Chantal Huang. Nou, het koppel Wongsodikromo-Lorien wint met 21-13 en 21-12, waardoor zij zich plaatsten in de mixed-dubbel finale die vandaag wordt gehouden.